In 1994 het Tim Burton die fliek Ed Wood gemaakt, oor een van Hollywoodse berugte swakste regisseurs ooit. Maar die fliek was een feest van enthousiasme en optimisme, wat opmaak vir die regisseurs een verlies aan smaak of vaardigheid. Nou is daar The Disaster Artist, wat die werklike verhaal vertel van Tommy Wiseau, een mysterieuze acteur wat besluit om sy eie fliek te maak, toe sy Hollywood drome nie uitwerk nie. Maar The Disaster Artist word vertel uit die oogpunt van sy vriend, Greg, wie sy varkies daar meestal op hok is. Tommy bly een onidentificeerbare, onverstaanbare figuur, wie sy greep op realiteit dalk glad nie bestaan nie. Dus is het ook moeilik om met hom te sympathiseer. James Franco het die fliek geregisseer en die rol van Tommy vertolk, en sy regie en vertolking is uitstekend. En die story is fascinerend, maar rarig moeilik om te plaas. Wiseau het definitief een impak op die wereld gemaakt, en The Disaster Artist voel plek of dit, nes Ed Wood, Tommy se eindeloze passie prys. Maar het kom eindelijk neer op, met eindeloze passie en onuitputbare geldbronne, kan jy enig iets recht kry, behalwe dalk een goeie fliek maak. Kijk, dit is een vermakelijke spul, maar ek weet nie rarig wat die fliek probeer sê nie. Plus, daar is die onvermijdelijke subtext. Is hierdie eindelijk een groot gespotterij met een excentrieke, maar nog steeds werkelijke mens? Naskrif. Heel aan die einde van die fliek is daar een oulike visualisering. Hulle wys vir jou een oorspronkelijke toneel uit Tommy's fliek The Room, en langs dit diezelfde toneel soos het nagemaak is dier die span van The Disaster Artist. Dit wys vir jou hoe nauwkeurig en akkuraat die nabootsing was, en dat hulle nie oordryf het met hoe sleg of absurd die fliek is nie. Maar dit is een vreemde plek om soiets te sit. Dit voel vir my meer of dit thuis hoort in die special features op die DVD, eerder as een gespoggerij met kyk hoe goed dit ons gewerk krijg voor die eindtitelsrol. Hierdie was 'n The Flow video. As jy daarvan gehou het, gee ons gerus 'n like of 'n comment hieronder. Jy kan ook subscribe tot ons YouTube kanaal, gaan kyk na ons blog by theflow.co.za of kyk een van ons ander video's.